Ik ben op dit moment in Pennsylvania, in een klein stadje. En wat opvalt hier is dat overal om ons heen op de stoep ligt de Spotted Lanternfly. Die ook al gesignaleerd is in New York City. Hier ligt er ook weer eentje. Zie je, een heel kleurig beestje. Maar hij hoort hier dus niet te zijn. Ze waren eerst alleen maar gesignaleerd hier in Pennsylvania. Maar ze zijn nu ook al in New York City. De Spotted Lanternfly is invasief. Dat betekent dat de natuur en dieren waar zij komen te lijden hebben. En ze nemen dus complete natuurgebieden over. Daarom wordt er gezegd dat je ze moet kapot trappen. Dat is misschien heel zielig. Maar ja, ze nemen anders gewoon alles over hier. Dus niet alleen de coronavirus uit China heeft Amerika nu last van. Maar ook de Spotted Lanternfly.